Yo, Vaku Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van GTA 5 voor de PC, hier op Vaku Games. En jongens, wij hebben mazzel vandaag, want Michael zende tegen me dat hij er ontzettend veel zin in had vandaag. En dat komt heel erg goed uit, want ik heb er ook veel zin in. Het enige probleem is dat ik mezelf ook ontzettend lui voel vandaag. Dus, wat heb ik gekeken? Ik heb gekeken welke missie het dichtst in de buurt is. S heeft gewonnen en D die was net even een klein straatje verder. Dus D moet eventjes wachten. Devin, je moet heel eventjes nog wachten tot waarschijnlijk morgen. En we gaan vandaag onderweg naar S van Solomon of Salomon of wie die gozer dan ook mogen wezen. We gaan eens eventjes kijken wat daar te beleven valt. Misschien is het actie. Ik hoop dat het actie is, want ik heb zin in actie. Ik heb zin in een luie actie. Zou dat kunnen? Is dat er ook? Luie actie? Ik hoop het wel. Dat zou wel heel erg goed zijn. Oh, kijk uit. Ik wil ook eens een keertje een goede, snelle sportauto kopen voor Michael. Zou wel fijn zijn, want deze rode auto is leuk. Maar echt heel snel is hij niet. En ik hou van snelle auto's. Dat is wel... Oh! Zo. Dat scheelde zo'n stukje. Anders hadden we nou die mooie lantaarnpaal omgelegd. We moeten deze kant op. En dan, oh, nou moeten we denk ik die... Ik snap er helemaal niks van. Welke kant moeten we op? Die kant? Oh, oké. Gaan we gewoon daarin. En dan linksaf en dan rechtsaf en dan zijn we bij Devin. Of nee, bij Solomon. Ik weet het niet meer. Ik kom er niet meer achter hoor. Boeit me ook helemaal niks. Waar moeten we heen? Oh, hier. Oké, parkeer je auto maar, Michael. Dank u. En nu. Hallo. Anybody hier? Waar is de ingang? Oh, wacht, dat was in die... Michael. Niet je denkbeeldige vrienden slaan. Dat slaat helemaal nergens op. Zie ik wat dit daar? Oh, slecht. Oké, we gaan hier eens... Oké, dat is een snelle auto. En dit is een snelle auto. En dit is niet zo'n hele snelle auto, maar is wel cool. Want hij is zwart. Wat hebben we hier allemaal voor te beleven? Sam Austin's Memorial Building. Super hoog, man. Moet ik voor 3 trappen op. Hallo. Come in, come in. Thanks. Ah, dank u. Helemaal joe. Grote tijger. Ik kom handig zo'n ding op de grond. Struik u toch straks over? See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. 2. Michael heeft zijn films goed op een rijtje. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Does he want you to bump me off? No, not at all. Devin, dat was de andere gozer. Ik heb speciaal voor jou gekozen om hier naartoe te komen. Wat loopt hij nou te zeiken over Devin? Ik ben speciaal voor jou hier naartoe gereden. Zerpiet. Maar wat gaan we dan doen hier? We hebben wel een leuke foto van een hele leuke dame. Wat is dat voor beest aan de achterkant? Wat is dat voor foto? Dat is een mens, wolf, kikker. Wat? Er zijn ongetwijfeld mensen die helemaal opgewonden van kikkers, maar ik denk niet dat het slim is om echt daadwerkelijk foekie met een kikker te gaan doen. En dan moet er ook nog eens een keer een wolf bij... Laat ik maar. Veel te ingewikkeld. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis. Green screen. Cool, ik heb ook een green screen. It's a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. Maar wat wil hij nou eigenlijk? Wat moet ik nou doen? Milton McElroy. I cast him in the second lead. Milton McElroy. Zero talent. Goedkope acteur. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Zelfs een acteur, zelfs een slechte acteur, moet je eerst betalen, dan gaat hij aan het werk. Het is niet zo dat hij eerst gaat werken en dan hopen dat hij nog geld krijgt. Zo werkt hij niet. Eerst betalen, dan werk doen. Looks like you got yourself that new assistant. Oh, hallo. But no happy endings. Geen happy ending? Oh. Wat is dat dan weer? Een tijger met een sirene op zijn hoofd? Nou ja, zeg. Go to East Los Santos. Nou, laten we dat met een snelle auto doen. We zijn immers een grote filmster. En grote filmsterren die hebben altijd grote dure auto's. Let's go rijden. Ja, jammer joh. Had je dat ding maar omhoog moeten doen? Nou moet je weer vastlijmen. Waar moeten we helemaal heen rijden? Even kijken hoor. Oh, dat valt mee. Het is grotendeels rechtdoor. Dat scheelt enorm. Want als je allemaal van die kleine achterweggetjes moet nemen. Oh, daar gaat tijd in zitten. Maar als je maar genoeg rechtdoor kan rijden met een snelle auto, dan is er niks aan de hand. Wow. Oh, ah, verkeerde afslag. Dank u dat u daar stond. Verkeerde afslag. Deze afslag had ik moeten hebben.
Solomon, ik mag niet bellen achter het stuur. Het leven is gevaarlijk. Mochion. Kijk, hier kan je tenminste snelheid maken. Pelosi guy clipped. No, God no. Is that an option? No, bad idea, no. Wat moeten we dan doen met die Pelosi gozer? Dat is wat anders om even te weten. Oeh, ja, die kant moet ik toevallig op. Dat komt wel uit. Oh, dus we moeten hem overtuigen dat hij weer zijn werk moet gaan doen. Oké, dat kan ik. Kan ik regelen? Ik ben namelijk een hele goede assistent. Kijk, deze auto gaan dan, jong. Auto, rustig aan. Dit ding gaat als de brandweer. Maar dan sneller. Ik kan brandweerauto nog nooit zo snel zien rijden. Oké, hier woont hij ergens. Oké, dat doet. Hallo! Ja, dan heeft hij meneer zijn been gebroken, Michael. Oh, dat is ook zielig. Maar hij loopt nog wel verdomd snel voor iemand die net zijn been gebroken heeft. Ah, hoi! Een gek huis. Ziet er niet echt uit als een huis waar ik graag zou willen wonen. Beetje industrieel. Wat is er op het dak te doen? Een rotte helikopter, jong! Wat een coole helikopter trouwens. Hallo! Oh, dat is het talent die we eventjes moeten overtuigen. I can do this. Models, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Wat doet die gozer nou hier? Het is een filmster. Een filmster die woont niet in een fabriek. Een filmster woont in een groot duur huis. Dat heb ik op televisie gezien, dus dat is echt waar. Reach the helipad without alerting Rocco. Oh, oké. Happy pistol. Hebben we geen silencer? Zou wel fijn zijn. Suppressor, ja. Die hebben we nodig. Hij mag ons dus niet in de gaten krijgen. I can do this. Hup. Hier is een trap. Hup. Oké, got him. Before Rocco is warned. Nou, deze gozer heeft... Dit is wel een goed wapen. Hij heeft een silencer erop. Een geluidsdemper. Dus dat scheelt enorm. Hoi, buddy. Er zijn er vast nog meer. Moeten ze goed in de gaten houden, want ze kunnen er waarschijnlijk overal vandaan komen. Waar is de helipad? Daarboven. Dus dan gaan we via dit hier. Gaan we zo naar boven klimmen. Michael is net te pak. Meeuw! Dag, meeuw! Oh, sorry, meeuw. Zo! Hij kan een salto! Dat is een mooie manier om dood te gaan. De uit met een salto. Hoi, meeuw. Bok! Arm beestje. Ik ben echt wel een vogelman. Ik hou van vogels. Vogels zijn leuk. Dus ik moet die vogels niet overal opschieten. Rusten. Efficiënt. Gun deze. Hoe vaker gebruiken dit? Day trips over, gentlemen. Hallo. Back to set. Oh, who's this? Is de grote baas. Who's this jackass? Hey you. De gozer die al jouw mannetjes net overhoop geschoten heeft, plus 2 meeuwen. Of 3. Ik heb niet geteld. Hoeveel meeuwen heb ik doodgeschoten net? Weet iemand dat? 2 of 3? Laat even weten. Ik ben benieuwd. Beat up Russo. Oké. Okay. Oh, recht voor zijn bakkes. Bam! 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 In zijn balletjes is de bam! Top! Ga je al meewerken, buddy, of niet? We're gonna make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. Alright, yeah. Okay? Sure, man, sure. Alright. Hij weet wie de baas is. Oké, okay, maat. We get in de helikopter. Ik zal wel eventjes piloot spelen. Jij gaat instappen en we gaan gewoon terug naar de set. Just hold on. En we gaan gewoon aan de slag. Daar is je BM voor betaald. Hoppa. Maar waar is de set? Daar ben ik eventjes vergeten. Change Milton by flying. Oh. Under bridges or dangerously close to building. Oh, we moeten hen ook nog eventjes
We moeten hen ook even bang maken, oké? Okay. Is goed. Chill the F out. Ik ben chill the F out. Ja, ik ben gewoon een hele goede piloot. Dat is wat ik ben. Oh, hier is de boot. Doe ik niet veel meer van over. Hij doet het. Hij gaat zijn shitty movie doen. Dan lachen we heen. We gaan terug naar de set. En dan ga je aan de slag. En dan maak je die slechte kutfilm af. Go back to the studio. Terug naar jou, Bob. Terug naar de studio. Zo zeggen ze dat altijd, hè, televisie. Dit was vaker over. Vanuit Los Angeles of Los Santos, waar dan ook. Terug naar de studio. Dat zeggen ze dan altijd. Dat heb ik ook op televisie gezien. Moeten we heel voorzichtig landen, want deze helikopter vliegt best wel snel. We moeten heel rustig landen. Oh, we zijn er bijna, joh. Daar is de filmstudio al. Oh, het is een misverstand. Dan is het niet erg. Dan is er niks aan de hand, maar je gaat wel die kutfilm afmaken. Of die het nou leuk vindt of niet. Hier. Boom! Watertank? Is het een zwembad of wat is het? Een rare watertank, joh. Go to Salomon's office. Oké. Hey, astronauten. Ze zijn echt super high, jongen. Dat vind je echt bizar. Pam, 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 pam. Nou, oh, dus mail. Oh, we zijn er al. Ah, zo'n surprise is het er niet. Ik zei dat ik het zou regelen. Dan moet je ook niet verbaasd zijn dat ik het geregeld heb, want ik heb het gewoon geregeld. Altijd doen wat je belooft. Dat is belangrijk. Doei! So Solomon, leuk jasje. Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Dat was een misverstand. En nou aan de slag. Met je kutfilm. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. Mogen we meedoen in de film? Associate producer. Associate producer? I love that. We'll talk soon. I gotta go. Ik ben een associate producer. Oh, bam! Kapapapau! Michael is gewoon actief in de filmbusiness. Dat is goed. Mr. Richards, u bent de allerbeste baas ooit. Ik ga meteen aan de slag voor u. Want ja, films maken, dat wacht natuurlijk niet. Films maken moet je meteen doen. En aangezien ik toch nu een hele rijke film associate producer ben, moet ik ook wel in een film producer auto rijden. Ik vind dit wel een mooie film producer auto. Zo. Ik denk dat Steven Spielberg ook wel in zo'n auto rijdt. Wat nou? Waarom begint... Meneer, ze schieten op me! Nou ja, zeg! Agressie! Meteen twee sterren... Waarom? Ik ben toch een filmproducer? Een filmproducer rijdt in een filmauto. Snap dat dan. Oh. Politie hier in deze stad is ook wel een stelletje cultuurbarbaren, hoor. Ik ben keurig netjes een filmproducer. Een filmproducer heeft een grote dure auto. En een filmproducer gaat na zijn werk altijd naar het pretpark. Dat is echt waar. Dat staat ook ergens in de wet. Of zo. De wet op de filmacteurs. Of wat dan ook. Aan de kant. Move it. Ik moet en zal... Oh, hi buddy. Oeh, die was goed. Ik ga zwemmen. Wee! Zo, zoek mijn naam maar eens op. Vaco Gamers, ik wil jullie bedanken voor het kijken vandaag. Hopelijk willen jullie mij ook weer eventjes helpen door even een like op deze video te doen. Michael gaat onder zeebootjes spelen, zo te zien. En dan zie ik jullie zo meteen morgen weer terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA 5 voor de PC. Hier op Vaco Games. Wat zwemmen, Michael. Mazzel!